zijn bij de Primera in Graven en zien de brutaalste ondernemer van Nederland zitten om zijn biografie te signeren met in zijn rechterhand een vers worstenbroodje. Ja, zeker. We worden hier lekker verwend met worstenbroodjes, dus dat is helemaal fijn. Dick hoeft het niet te weten, dus... Moet je niet zeggen, nee. Hè? Ja, we volgen het helemaal. Oh, iedereen. Ja. En ook jou natuurlijk. Nicole, ja, ons Nicole, hè? Ja. Ze noemt heel Nederland ondertussen. Ja, hè? Ja, dat is waar wennen, denk ik, of niet? Na zo'n... Fijn. Ja? Ja, is heel leuk. Ja. Kijk, als je ziet hoeveel fans dat we hebben. Mensen zijn allemaal blij. Een fotootje en een handtekeningetje in het boek. En ja, daar doen we het ook voor. Ja, dat is ook. Ja. Nou, ik ben natuurlijk al 15 jaar van plan om een eigen boek uit te geven. Nou, ik heb iemand bereid gevonden die het ging schrijven. Mark Koster. Nou, die is denk ik 30, 40 dagen met mij meegereden. Die bij ons geslapen. Alle gesprekken opgenomen. Hij is eigenlijk 2 maanden opgesloten. En hij heeft het boek geproduceerd. En dus echt... Dat vind ik wel mooi dat hij echt ook bij jullie is geweest. Ja. Echt, hij heeft ook met iedereen gesprekken gedaan. Met mij, met jouw kinderen, met je ex-vrouw, met iedereen. Ja, alle personeelsleden, allerlei dingen. Ja. Dus we zijn ermee op stap geweest in de kroeg. En het staat allemaal in het boek. Maar heb je het gelezen? Ook? Ja. Vlug. Ik achteraf. En hoe vond je het? Ja, er staat voor mij niks onbekends in. Alles wat erin staat, dat weet ik al. Dus, ja. Wie kent Peter Gillis niet? De Brabantse self-made multimiljonair, wekelijks op nationale televisie met zijn vriendin Nicole en zijn zonen en dochter. Het is gewoon een mooi boek en er zitten nog wat foto's in van vroeger. Nicole, ik hou eens even worstenbroodjes. Kijk, hier staan allemaal nog foto's in. Die zijn er nooit... Kijk, dat was Petertje vroeger. Kijk, dat was... De vader, de opa. Kijk, hier raak ik nog een snor, mijn ex-vrouw. Kijk, hier stond ik achter een barbecue-dingen. Dus hier staat eigenlijk alles. Ja, staat er gewoon aan. Echt van mijn geboorte tot nu. Peter is ook bekend van zijn krachtige termen. Ik word er helemaal foxwild van. Nee, ex zit er gewoon half op, ja. Daar word ik al helemaal foxwild. Peter heeft zijn leven gebundeld in een boek genaamd Massa is Kassa. De inhoud slaat op zijn leven, zijn weg naar het succes, hoe hij samen met zijn familie zijn imperium heeft opgebouwd. Met zijn dure auto's, jonge vriendin en Brabantse tongval weet Gillis vriend en vijand te raken. Ik word Fox Wild van Omroep Land van Kuik. Hatsenflats. Kende dat?